Ja, coach, het was moeilijk tegen de zalvoetballers. Ja, goede ploeg. We zien ook dat het gaat even iets sneller en de keeper doet goed mee. En dan speel je 5-4 en dan heb je veel bewegende spelers van hun. En dat is moeilijk voor ons. Maar ja, voor hetzelfde geld kan je ook voorstaan, hè, met 2 goals. En ach ja, finale zeggen we dan maar. Hè. Komen we elkaar weer tegen. Ja, jullie zijn geplaatst met de halve finale. Overwinning tegen een eerste klasser. Ja. Dat moet toch goed doen, hè, want het seizoen verloopt stroef. Nee, ja, tuurlijk. Dat is fijn. Dat is leuk voor de supporters ook, hè, want die maken het toernooi voor ons. En ja, na de volgende ronde laten we hopen dat we die doorkomen en dat we de finale halen. Volgend jaar was het de halve finale over. Laten we hopen dat het nu de finale wordt. Wat vindt u van zulk initiatief? Want dit is een mooi toernooi. Hè? Ja, geweldig. Nogmaals, dit is een feest voor de spelers. Als je dit niet leuk vindt als voetballer, moet je stoppen. Want in zo'n ambiance mogen spelen op zo'n veld. Hè, kunstgras, veel balcontacten, dat is het mooiste wat er is. Dus als je dat niet leuk vindt, ja, dan is het echt niet goed dat jij hier loopt. Want dan moet je weg, dan moet je stoppen.